Okido. Tijd om te kijken voor die volgende shuttle. Nee, voor de volgende Colossus. Het is niet Colossus of the Shadow. Yeah. Ik ga alle reusachtige schaduwen verslaan. Met mijn zaklamp. Haha. Nee, het is Shadow of the Colossus. Ik ga alle Colossussen verslaan met mijn zaklamp. Nee. Dat klopt niet. Met mijn zwaard. Oh. Is dit ook een doorgang? Dit is een doorgang die ik nog nooit... Ik heb mijn klokje niet aangezet. Oh boy. Dat moet ik even snel doen. Stoppage. Start. Oh, agro. Nee, agro. Sorry, agro. Niet dat ik verwacht dat dit een uur gaat duren, om het zo maar te zeggen. Ja, ik weet het, ik moet nog steeds een capture card halen, maar die dingen die zijn duur. Die zijn duur, die zijn... Ik denk dat ik de goedkoopste die ik heb gevonden 126 euro was. En wat dat nou net exact niet de prijs zijn die ik daar wil voor betalen, zeg maar. Ik heb al eentje wel een tijd geleden, maar toen had ik er geen zin in om het te halen. Heb ik wel, er eentje gevonden voor 89 euro. Maar toen dacht ik van, ja weet je, dat komt nog wel. Aha. Niet dus. Ik weet het, Agro. Ik weet het. Ik had het pad moeten volgen. Sorry. Ja, sorry. En zodoende zit ik ook nog steeds te denken van... Wat zal ik... Oh, hey. Dit is niet waar ik dacht dat het naartoe zou gaan, maar... Ik klaag niet. Oké. Zit hier überhaupt fruit aan die boom, of niet? Ja, maar oeh. Dat is het diepe val, daar gaan we niet naartoe. Nee, Agro! Kom maar. Daar gaan we niet naartoe vandaag. Ik ga daar geen... Oh, hé, nog een boom. Oh, volgens mij als ik val, kom ik in het water terecht, maar... Weet je wat, dat gaan we niet uittesten. Maar goed, wat ik zeg, ik weet nog steeds niet zeker wat ik hierna wil gaan doen met mijn PlayStation. Maar ja, nog meer games spelen, duh. Maar nog niet welke games, zeg maar. Want ik had het pad moeten blijven volgen, dit kost echt veel meer tijd. Ja, ik weet het, Agro, sorry, het spijt me. Oh, dit is nog niet de uitweg. Agro, wat? Ik denk dat Agro me terug naar het pad wil leiden. Oh jee. Maar goed, wat ik zeg, ik weet nog steeds niet helemaal wat... wandeltempo! Ik wil natuurlijk wel Donkey Kong Land, zal ik waarschijnlijk wel eerst doen. En ik... Ik ben ook al bezig geweest met iets anders. En ik heb ook nog iets anders op het oog wat leuk is. En... Dus ik heb genoeg plannen. Ja, dus in principe. Maar goed, een van de. Want. Threat of Dead zal vrij snel tot een einde komen, nou. En. Oh. Ja, want ik geloof dat het nou... Ik heb afgelopen zaterdag, of was het zondag dat ik het geüpload heb. In ieder geval, de afgelopen aflevering was de laatste van die buts.
En ik weet dat ik nou in het nagenoeg eindspel zit van het geheel. Dus ja. Oké, okay. Oh ja, ik moet eerst. Oh boy. Ja, dit is wel een. Wat ik zeg, dit was. Maar goed, het eindspel. En dan zal ik daarna waarschijnlijk wel Donkey Kong Land weer oppakken. Maar ja, tegen die tijd zal wellicht dit al wel klaar zijn. Dus ik moet even nadenken. Misschien doe ik wel niks. Misschien dat ik het wel voorlopig alleen bij één dag hou. Waar moet ik zijn, joh? Daar. Dan ben ik toch gewoon net langs gereden. Ben ik nou gek? Oeh. Of triggert die pas echt als ik in het midden ben of zo? Ah ja, dus. Oeps. Dit is ook. Tot zover ik weet, officieel de grootste kolossus. Van allemaal. Inclusief de laatste. En die laatste, dat is al een joekel, dus. Nou, Acro. Ik heb jouw hulp nodig. Acro. Even kijken. Ik moet zijn zandzakken leeg schieten. 1, 2, oeh. Dan moet je natuurlijk wel. Dus sniper game is zoals je ziet geen optie voor mij. Ja, ik ben niet zo goed in. In schieten. Wat was dat andere waar ik ook bij. Was het toevallig ook niet de vliegende? Nee. Volgens mij was het die man. Hallo? Waarom? Mijn herinnering staat bij dat ik die dingen moet leegschieten, maar. Ja, kijk. Misschien dat ze in een bepaalde volgorde moeten zo. Want, logica, hij gebruikt schijnbaar die zakken om te vliegen. Kom op. Go, go, Acro! Was dat raak? Nee. Dit wel? Nee. Ik zag zelfs de pijl ernaast vliegen. Deze moet raak zijn. Ja. Oké. Okay. Oh boy. Nou komt misschien nog wel het moeilijkste gedeelte. Want hij gaat zijn. Hij gaat zijn zakjes bijvullen. En dat doet hij. Door zijn vleugels naar beneden te laten. Guess wat ik moet doen! Acro! Acro! Oh. Acro, kom op. Snel, voordat hij zijn zakken gevuld heeft. Snel! Acro kan hier niks aan doen. Ik ben gewoon een. Ja. Yeah. Collision course! En. Jump! Oh! Oh boy. Weet je nog hoe hoog dat we dachten dat die ene vloog? Dat we dachten. Ah! Weet je, we zijn wel veilig als we er vanaf vallen. Guess what? Hit.
Oh boy. Even kijken. Ik weet niet meer. Dit is ook niet eentje trouwens die je per ongeluk in één keer kan verslaan. Want zullen we wel zien als die zometeen... Oh, het is niet nieuw. Oh boy. Ja. Yeah. Oh. Ja. Corkscrew. Oh. Dag. Hallo. En volgens mij kan ik het nog één keer doen en dan... Nee. Dat was het. Ik hou vast aan hem, want ik heb geen zin om dood te gaan. Daar gaat hij. De grond in. Oké, wee. Au, au, au. Ik ben blij dat dit zand is en geen rotsen. Agro! Oké. Okay. Nou. Zoals je zou verwachten, zal hij nou wel zijn zakje helemaal gevuld hebben. En dan mag ik het nog een keer gaan doen. Yay! Ik weet alleen niet of ik nou weer terug moet naar dit ding. Ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon... random opduikt nadat ik... na een paar minuten of zo. Denk ik. Oh, daar is hij al. Hallo! Bedankt dat je een mooie rookwolk achter je laat van waar ik je gestoken hebt. Ik heb je niet gestoken. Nou, net niet. Nou, dit is ook helemaal... En dat is misschien wel het ergste. Deze... Dit is een van de laatste en die is helemaal niet agressief. Deze vliegt gewoon lekker rond, weet je, op zijn gemak. Zo, hey, lala. Zelfs nadat je hem... Zelfs nadat je hem neergeschoten hebt en zo. Oh. Kom op. Ah, kro. Kijk, dat bedoel ik dus. Dit had dus ook kunnen gebeuren tijdens die... in die... Met Dirge, zeg maar. Jesus. Oké. Daar gaan we weer. Go, go, agro. Collision course! Oh, dit is gewoon bijna exact hetzelfde plek als het net. Wacht nou eens op mijn, ik wil... Oh boy! Yeah. Dit is wel een stukje... korter door de bocht dan ik je herinner. Oh, kom op. You know you want to. En... jump! Ja! Dag, agro! Oké. Ik zou het ontzettend waarderen als je nu je vleugels omhoog doet. Ja, dank je.
Ik zou het ook ontzettend waarderen als je niet een koprol maakt. Nou. En... Nou wat? Ik dacht dat ik deze al... Nou, nou is hij weg. Oh boy, en ik ben ook bijna weg. Koprol! Het zou kunnen dat ik nou nog een derde keer moet, omdat die... Schijnbaar heeft hij altijd die eerste steek niet verwerkt. En volgens mij is het na twee steken dat ze zeggen, ah, toedels. Bekijk het even. Oh, kijk, en ik moet een derde keer, want dan gooi je hem al dicht. Oh boy. Ik moet een derde keer. Gaan we alvast de ding klaar hebben. Oké, okay, 1, 2, wee! Auw. Auw, auw. Oké. Okay. Oh, agro! Nee. Oké, okay, nou is het wachten. Waar komt hij tevoorschijn? Waar is hij? Vorige keer komt hij ook in één keer tevoorschijn, dus ik denk dat het niet gebonden is aan een plaats of zo. Dus je moet de omgeving goed in de gaten houden. Oh, daar is hij. Hallo. Hey, weet je nog wat ik de vorige twee keer bij jou gedaan heb? Guess what? Man, dat is wel heel bruut. Gewoon gelijk als hij uit de grond komt, gewoon gelijk. Hetja! Oké, kom op. Oh, en trouwens over games gesproken. Voor degene die hopen dat ik misschien Ico ga doen. Nee, laat dat maar zitten. Dat, ondanks dat ik Ico... Oké, okay, top, maar... Oh, nou dat was snel dan voor. Even kijken, nou zijn onze zakjes toch weer leeg, hè? Ja, oké, okay, daar gaan we weer. Even kijken of we... Kom op, agro. You can do it. Dank je, agro. Oh, wow. Hij laat me niet echt... Oh boy. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat ik misgesprongen had. Oh, dan was ik echt zo zwaar de pineut geweest. Terug naar het zwaard. Dit is overigens wel hoe die... die waterdingen ook zou doen normaal, volgens mij. Dat die per... want dan had ik ook volgens mij 3 doelen, toch niet? Ik ben er bijna. Oh boy. En we zijn er. Sorry, het spijt me echt heel erg. Want je bent echt mijn favoriet, maar... Ja. Om mijn einddoel te bereiken moet ik toch echt... Oh, what the fuck. Oh, dat zou zo slecht zijn geweest als ik daardoor gewoon...
man. No. Waarom? Waarom? Wauw. Waai. En daar gaan we mee. Wat zou dat toch zijn? Ik weet dat de mensen speculeren dat hij, degene die ik bestuur, Wanderer, dat hij de jongen is van Aiko, dat zij het meisje is. Maar ik weet niet in hoeverre dat waard is. Waar is. En wie dan de volgende is, zeg maar. Huh. Zien we ook trouwens nog steeds wat ik in het begin beweerde. Dat zijn kleding donker geworden is. Volgende vijand is een kleintje. Ik ben vergeten wat het is. Dit is daadwerkelijk de een van de weinigen van wat ik niet wist. Samen met Dirge. Waar die zat. Of waar die zit. Dirge wist ik niet. Ik wist wel dat die Dirge in het... die kant op zat, zeg maar. Hoi, agro. Kom. Ik bedoel, we hebben toch de tijd over. Ja. Het is nog lang geen uur. Nou, hij is in het zuiden. Ik zit te dubben. Want ik wil eigenlijk die appel, maar er zat niks aan, hè, aan die appelboom. Nee. Oké, dan dan hou ik het hierbij. En dan zeg ik tot de volgende keer.